Doei iedereen van BeLife en welkom bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic video! Oké, misschien was dat een beetje overdreven, maar ik dacht, kan ik de intro ook een beetje anders doen. En vandaag heb ik dus weer een Rollercoaster Tycoon Classic video. Wat is ons doel? Bovenaf het begin, we zijn in Mystic Mountain trouwens. Bovenaf het begin een pretpark in het veilige bos van Mystic Mountain. Jouw doel? Op zijn minst 600 bezoekers in je park te hebben aan het eind van oktober jaar 3. Met een beoordeling van mensen 600. Alright. Dus eens kijken. We hebben, onze oppervlakte is niet al te groot, zie ik. Dus we gaan weer krap moeten gaan bouwen. Ons park is nog niet open. En eens kijken waarmee we zullen beginnen. Ik denk dat we hier de eerste keer wat kraampjes gaan bouwen. Voor, onze informatiecentrum. Die zullen we hier ook al plaatsen. We gaan door gaan bouwen. Eens kijken, een achtbaan had er niet echt inzetten, denk ik. Misschien weer een keer voor het spookhuis willen starten. Dan doen we even deze bomen hier allemaal weg. Dan gaan we dit gaan draaien. Zo, en dan plaatsen we hier de ingang en daar de uit. Natuurlijk gaan we er ook zo wat verlichting hier en daar. En natuurlijk ook nog. Onze bankjes zo niet gaan vergeten. Hier, onze prullenbakken. Hier en daar. We moeten natuurlijk ons personeel ook nog niet vergeten. Dit zijn natuurlijk allemaal wat van die grotere achtbanen hier. Deze drie zullen eventueel wel nog kunnen. Meneer Miner. Kijk, en daar zou hij wel nog geplaatst kunnen worden. Hier ook. Hier gaan we heel goed moeten opletten. Hoe en wat we zullen bouwen. Eventueel zo ook nog in de hoogte kunnen gaan werken. Dus bijvoorbeeld hier een pad in de hoogte maken. De ene is te heftig, de andere is niet te spannend genoeg. We gaan eens kijken dan voor een andere attractie. Misschien deze. Natuurlijk gaan we nog wat geld moeten besparen, ook natuurlijk. Eens kijken wat de mensen zeggen. Of dan is de prijs wel waard. Dus we gaan even dat 3 euro of 3,50 euro gaan opslaan. Zo, en plots hiermee ook een keer lager staan. Maar ik heb even wat mijn webcambeeld aangepast. Dus voor één is de heftig, de ander is weer de prijs waard. Maar zolang er mensen blijven ingaan, denk ik wel dat het goed is, want eens kijken. Of het algemeen is de prijs wel waar. Is de prijs wel waar. Oh, dat mensen het regent. You know what I mean when it rains in the game. Dan ga ik volle bak door voor de paraplu'tjes. Oké, dan is ook weer naar. Oh, mensen zijn dus serieus in het rood dat gaan, dus die grond opkopen was dus geen goed gedacht. En ondertussen hebben we weer een heel stuk doorgespoeld. Ik ben nu even aan het kijken hier aan de financiën wat er al mis. Maar het is wel weer een klein beetje winst. Maar ik ga kijken. Zo, ondertussen ook alweer terug. Zoals je ziet heb ik ongeveer al. Heb ik al 5000 euro afbetaald. En. De paraplu's had hij op 20 euro, maar ik zou eigenlijk eens gaan laten, maar ondertussen heb ik ook al veel last gehad van regen. Maar ik zou hier dringend eens een nieuwe attractie moeten hier gaan bouwen, nee. Misschien de volgende keer dat we 1000 euro hebben, dat we deze bouwen. Misschien een reuzenrad of zo. Een grote attractie kunnen we toch niet bouwen. Momenteel is onze grootste winst toch hier onze achtbaan hier. Soms moet ik wel even kijken, soms moet je eens kijken bij die attracties om zoveel tijd geïnspecteerd wordt. Deze is ook hier om de 10 minuten laten doen. En deze ook om de 10 minuten, hè. Dat is om met de veiligheid ook te maken dat de bezoekers zijn veilig voelen in het park.
Oké, okay, ben... okay, vandaar dat we wat verlies maken. Even terug naar 2 euro gaan dan. Wat er een winst maken met die attracties natuurlijk, hé. Oké, 2,50 euro misschien. Oké, okay, vandaar dat we dus verlies maakten, omdat ze niet meer betalen voor de... Ups. We gaan hem misschien dan een beetje goedkoper gaan maken. En zo heb ik een heel stuk vooruit gespoeld, zoals je ziet. Het is ondertussen juni jaar 3. En zoals jullie zien, sta ik dus momenteel op 0 voor de lening. Dus ik heb alles afbetaald. Dus rente op lening moet normaal gezien betalen ook. Gelukkig dat we af en toe wat regen gehad hebben ook. Want zo hebben we telkens ook wat winst kunnen maken ook. Dus we gaan even dit weer zakken. We gaan die plaatsen. Of te zijn... We de turbine hebben. Nee, die kunnen we hier wel plaatsen. Kablam. Zo jongens, wees niet teleurgesteld, want dit is wel... Dit level gaan we waarschijnlijk niet halen. Dit is ook geen makkelijk level eerlijk gezegd, want het is serieus beperkt hoe je moet gaan bouwen. Dus kijk, zoals grote achtbanen en zo kan je niet gaan bouwen. Ik heb ook trouwens gemerkt in deze game dat ik wat beter ben in bij de grotere parken. Bij de grotere, ja, grotere parken dan in die kleine parken. Ik bouw graag ruim en vooral die grotere achtbanen, hé. Want dat trekt het meest van een vulkaan, hé. 18 oktober en dat was, het doel was... We hebben wel twee prijzen al gekregen, net zijn veiligste park. Oh, hier. Oh, hier staan de dingen. Oh, tot de bezoekers. De parkbeoordeling is meer dan genoeg. Wat zijn die bezoekers die omhoog moeten krijgen, hè? Dat is juist de ding. We hebben ongeveer nog 6 dagen te gaan. En het bezoekersaantal gaat wel omhoog, maar... Ik denk dat het niet meer genoeg is voor het doel te kunnen halen ook. Of denk dat er een wonder gebeurt. En die 2 dagen tijd denk ik niet. Winst maken wel, dat wel. Ik vind dat we zo'n heldautomaat moeten hebben. Vond je dit een leuke video? Geef me maar zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Dankzij de melding krijg ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.